Op de markt werd afgelopen zondag stilgestaan bij een aantal belangrijke momenten die het afgelopen seizoen voor het marktcomité van belang zijn geweest. Zo werd gevierd dat de markt is vernieuwd en dat het standbeeld van Minkeleers is herplaatst. Dat feit werd onderstreept met een bloemenhulde bij het beeld. De Maastrichtse artiest Erwin werd door wethouder Jean Jacobs gehuldigd voor zijn concert in de Rotterdamse Ahoy, waar hij duizenden Limburgers naartoe wist te halen. Dank je, dank je, dank je, tot zich op deze manier de Maastrichtse cultuur representeert. Ik hoop dat ze dat nog lang blijft doen en tot voor nog heel veel van dit mag genieten. Maar de bus, wie dan ook, een ambassadeur van Maastricht. De gezetten hebben voorgestaan, Ahoy heeft nog niet zoveel volume gehad als met tien komst. Proficiat. Is dit Vivian met de kinderen dan? Maar die moet onherroepelijk heen komen met de kinderen, want als ze op het podium staat, kan dat alleen als iemand ook gaat achter de zit doen. En dat is toch de vrouw van Erwin. Heel hartelijk bedankt, goed de proficiat en blijf hem steunen namens we zelf al. Ik ben tevreden. Erwin is verlegen. Schrijf dat op, dat is de eerste keer dat ik dat bed maak. Jan Hoen nam afscheid als voorzitter van het marktcomité. Als eerbetoon aan hem werd een kruidenbitter gepresenteerd met de naam Treefter Jan. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan projecten van het Toon Hermanshuis. Om een goede massie te zeggen naar Jan Hoentouw, die hij met geëerd wordt met een speciaal rijksje, de Treefter Jan. En ik denk dat het leuk is dat de wethouder met Erwin samen de eerste fles aan een man weer. Jan, verweten tot ze helemaal alleen maar limonade drinkt. Tot ze. Die krijgt die 29%, dat is van Erwin. Ik ben er helemaal kapot van. Ik kan niet vertellen wie dat kan. Ik heb een beetje in de regie maken zien zitten van de naamgeving. Trechter Jan. En de 29% die zien opgedragen aan de 29 jaar dat ik hij in mijn streek in de politiek zit. Dus ieder jaar een present en gezondheid samen. Bedankt meneer het Koer voor deze geweldige eer. Trechter Jan voor het goede doel voor het Toon Hermanshuis. Ik heb ze alles wat hij koopt, zoveel present geld naar Toon Hermanshuis. Hier heb je er plezier van. En het Toon Hermanshuis, dames en heren. Het Toon Hermanshuis is het heel helder. Dan geef de stop te vanaf. We hebben het Drijksers klaarstoord en de dames van het regiment zien ze vriendelijk dat je allemaal eens even kunt proeven. Waar kom je vandaan? Uit de buurt van Rotterdam. Je hebt een hele doos. Vind je het zo lekker? Nou, het was lekker. Het is voor mijn vrienden. Die moet ook een keer van de stoepen. Ik kreeg heel veel eretitels tegen, maar het Rijnse zien dat paard. Dat vind ik heel leuk. Als klap op de vuurpijl kreeg het Maastrichtse regiment, dat 20 jaar bestaat, een kanoncadeau dat op de markt werd gedoopt. Dat kunnen van wat krijgt een regiment nu een kanon? Een schutterij is pas compleet als er kanon bij huurt. En voor wel een geen goed kanon, want het moet nog metgesleept kunnen worden. Maar het is ook vooral om dit te laten zien en ook te laten huren. Het moet nog gedrukt worden, zegt Jan. Op de laaier, hè? Op de laaier. Eerst de eerste de eerste slaag. Als we Sinterklaas een auto krijgt op het treintje, dat is goede speelgoedje, hoe ik eigenlijk blij wouden. Heer is erbij geweest en ik was gewoon blij dat de kanon afging. Ik was gewoon
een klein kind eigenlijk dat plezier had. Ik heb de eerste shirt gelost. Ik heb de eerste shirt gelost bij het opwonden van het apparaat. Geweldig. Maar helemaal een bitter gebak. Het was toch een behoorlijk haal, joh. Ik vind het geweldig. Ja. TV.